Wij zijn het huisdier van Schiedam en ik ben Eliane Bordeaux. Samen met twee andere beeldende kunstenaars sluiten wij onszelf op van maandag 13 oktober tot en met vrijdag 17 oktober in de Hoogstraat 155. U bent van harte welkom om ons te komen bezoeken vanaf 7 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. We hebben geen eten en geen drinken en ook geen stromend water, dus we zijn totaal afhankelijk van jullie als stad. We gaan ervan uit dat jullie ons komen helpen om te eten. Dus als we eten over hebben, zijn jullie van harte welkom om met ons te komen eten. Maar we hebben ook geen bestek of water of bekers. Dus we nodigen jullie van harte uit om dit zelf bij ons te brengen. Ook overdag als het koud is, verlangen we echt naar warmte. Dus komen jullie ons alstublieft kleedjes brengen of warme doeken. Of misschien een thermoskan met koffie of thee. Alles is welkom, we kunnen alles gebruiken en we willen het graag met u gebruiken. Dus kom gezellig langs. En de reden dat wij dit doen is, wij gaan als drie beeldend kunstenaar gaan wij documenteren in hoeverre de Schiedammer in staat is samen te werken en in hoeverre de Schiedammer betrokken is. Als huisdier van Schiedam zijn we dus een metafoor voor de zorg en aandacht die mensen elkaar moeten schenken. Want waarom heb je een huisdier? Je hebt een huisdier om te verzorgen en aandacht te geven, maar daarvoor terug ook aandacht te krijgen. En als huisdier zijn wij dus ook een soort van rollenspel tussen aandacht geven en nemen. En natuurlijk zijn wij na een weekje weer weg, maar wij hopen eigenlijk heel erg dat met dit project, dat wij heel erg in het bewustzijn van de Schiedammer blijven en dat zij dus onthouden wat we hebben gedaan en zelf ook betrokken raken en voor elkaar kunnen gaan zorgen op het moment dat wij weg zijn. Dus eerst hebben zij voor ons gezorgd als huisdier en later zijn zij dan in staat om voor elkaar te gaan zorgen. Ben je van plan ook mee te doen of ons te volgen? Kun je dan op onze Twitter, Facebook of Instagram terecht, die te vinden zijn via onze website www.hethuisdiervanschiedam.nl. We zijn ook live te zien via de livestream, die ook op de website te vinden is.